We zijn aangekomen in Rust en er zitten twee nieuwe gezichten naast mij. Namelijk, Lisanne, zou je misschien willen voorstellen waar je vandaan komt? Ik ben Lisanne en ik woon in Zutphen en ik zit bij de school Lea Dasberg, kindercentrum. Top. En jullie zijn team? Zutphen Lochem. Zutphen Lochem. Goed zo. En aan mijn rechterkant zit? Sven. En waar kom jij vandaan, Sven? Van Kleurrijk. Kleurrijk. En jullie zijn team? Deventer. Goed zo. Het leuke van deze editie is namelijk dat jullie zelf in de klas ook kunnen meedoen. Namelijk volgens het Eagles omhoog en Eagles omlaag teken. En hoe gaat dat in zijn werk? Dat gaat coach even laten zien. Als we straks gaan beginnen, mogen jullie allemaal gaan staan. Bij elke quizvraag zijn twee antwoordmogelijkheden. Eagle omhoog en eagle omlaag. Coach laat ondertussen even zien hoe je het eagle gebaar maakt. Denk je dat het antwoord van eagle omhoog het juiste antwoord is, dan doe je de eagle omhoog. Zo niet, dan houd je je handen naar beneden. Heb je het antwoord fout, dan ga je zitten en doe je niet meer mee. Heb je het antwoord goed, dan blijf je staan. Net zolang tot er nog één deelnemer over is. Hij of zij krijgt een leuke prijs. Dankjewel coach, wij gaan meteen beginnen met de quiz. Vraag 1. Maak de boektitel af. Fuchsia, A, eagle omhoog, de mini-heks, of B, eagle omlaag, de mega-heks? Drie, twee, één. Eagle omhoog, goed. En dat is goed. Yes. Zo, goed zo, Sven. Goed zo. Vraag 2. Nogmaals, maak de boektitel af. Dummy, A, eagle omhoog, de superheld, of B, eagle omlaag, de mummy? Eén. Meteen twee verschillende antwoorden. Eagle omhoog en eagle omlaag. Het juiste antwoord is dummy. De mummy. Eagle dummy. Omlaag. Heerlijk zo. Goed zo. Goed zo. We gaan door naar vraag 3. Schrijfster Manon Sikkel heeft een boekenserie geschreven over geheime agenten. Bijvoorbeeld geheim agent opa en geheim agent oma. Hoe heet het nieuwste geheim agentboek? A, eagle omhoog, geheim agent zus. Of B, eagle omlaag, geheim agent juf. Twee verschillende antwoorden. Eagle omhoog en eagle omlaag. Het juiste antwoord is geheim agent juf. Eagle omlaag. Nogmaals 10,90 in het puntje. Voor nu gaan we eerst door naar de tussenstand. Coachen. En zoals je ziet is de tussenstand 3 voor Deventer en 1 voor Zutphen-Lochem. We gaan meteen door naar vraag 4. En die luidt: wat wilde Paul van Loon eigenlijk vroeger worden? Antwoord A, eagle omhoog, illustrator, oftewel tekenaar. Of antwoord B, eagle omlaag, bibliotheekmedewerker. Twee keer hetzelfde antwoord. Eagle omhoog. En dat is ook de juiste. Allebei een punt. We gaan door naar vraag 5. Welk boek is er verfilmd en werd uitgezonden op tv in december? Lampje van Annette Schaap of Meester Jaap
van Jack Vriends. Eagle omlaag, allebei. En dat is het foute antwoord. Nee. Het was Lampje van Annette Schaap. We gaan naar vraag 6. Over welke game heeft de bibliotheek boeken? A. Eagle omhoog, Minecraft. Of B. Eagle omlaag, Roblox. Eagle omhoog, allebei. En dat is goed. Maar... toch wel Minecraft. Eagle omlaag. Was ook goed. Was ook goed. Het is beide. Ja. Beide was goed. We gaan weer heel even kijken naar de tussenstand hier in de studio. En daar hebben we coachen voor nodig. De tussenstand. Ronkroffel, jongens. Deventer 5 en Zutphen Lochem 3. We gaan door naar de volgende vraag. En dat is vraag 7. Ik noem 2 boektitels. Eentje bestaat echt, de andere is verzonnen. Welk boek bestaat echt, is de vraag. A. Eagle omhoog, is dat. Dummy de Mummy en de gouden voetbalschoenen. Of antwoord B. Eagle omlaag. Wie is er bang voor de voetbalzombies? Eagle omhoog en Eagle omlaag. Dus jullie denken Dummy de Mummy. En jullie denken wie is er bang voor de voetbalzombies. Ik kan jullie zeggen, één van jullie heeft het goed. En dat is Team Deventer. Het antwoord was wie is er bang voor de voetbalzombies. We gaan door naar de volgende vraag. En daarvoor mogen Rashaan en Sander niet meedoen. Ja? Geen hints geven. Blijven zitten, rechtdoor kijken. Want dat is vals spelen. En vals spelen wordt bestraft met minpunten. Wat voor dier is Harley? A. Eagle omhoog, adelaar. Of B. Eagle omlaag, paard. Ik zie Eagle omlaag en Eagle omhoog. En het juiste antwoord was... Jongens, weten jullie dit? Ik denk Eagle omhoog. Ja. Ik ga gewoon met Sven mee. Het juiste antwoord was inderdaad Eagle omhoog, adelaar. Vraag 9. En nogmaals, jongens, jullie mogen niet meedoen. En ik let echt op vals spelen, dus pas op wat jullie doen. Hoe heet de huidige trainer van Go Ahead Eagles? A. Eagle omhoog, René Haken. Of B. Eagle omlaag, Kees van Wonderen. Drie, twee, één. Ik zie Eagle omhoog en Eagle omlaag. Het juiste antwoord is Eagle omhoog. René Haken. We gaan door. Hoe heet de mascotte van Go Ahead Eagles? A. Eagle omhoog, Coachje. Of B. Eagle omlaag, Koentje. Drie, twee, één. Ik zie 2 keer Eagle omhoog. En dat is het juiste antwoord. Misschien heb ik het zelf al een beetje weggegeven. We gaan ook de tussenstand erbij halen. Dus coach, kom erbij. Tussenstand op dit moment is Deventer 8 en Zutphen Lochem 5. En we hebben nog 1 vraag.
En dat is een schattingsvraag, waarbij Rashaan en Sander gewoon weer mogen meedoen. En die luidt, hoeveel jaar bestaat Go Ahead Eagles? Oké. Aangezien jullie voorstaan, ga ik aan jullie vragen om het eerste antwoord te geven. Geef het maar. 120. Oké. Okay. Ja. 120. 120. Dus jullie hebben hetzelfde antwoord. Nou, ik ben blij, want dat is het juiste antwoord. Gelukkig hebben jullie het alle vier goed. Dus de tussenstand is hier 9-6. Dat betekent dat team Deventer nogmaals gewonnen heeft. Gefeliciteerd. Heb je veel hulp gehad aan jouw teamgenoot? Ja? Hij heeft jou goed geholpen. Goed zo zijn. Goed zo zijn. Nou, jullie hebben allemaal jullie best gedaan, dus gaan we nu door naar de prijsuitreiking. Dus coach, kom erbij. Daar is hij. Alsjeblieft. Exact. Nou, in de studio zijn er allemaal leuke prijzen uitgedeeld. Maar in de klas is er ook een winnaar en die krijgt ook een leuke prijs. Blijf vooral lekker doorlezen. We zitten pas in de rust. En ik zou zeggen, tot ziens!